Gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, ons weer voor. En we lezen in de Bijbel uit Handelingen 15, vers 1 tot en met 34. En Gods woord zal worden verkondigd onder het thema synodezaken. Namens de kerkraad nog een aantal mededelingen. Op zaterdag 7 september hopen we de jaarlijkse startzaterdag te houden, waar jong en oud van harte voor uitgenodigd wordt om zich op te geven. Er zijn net als vorig jaar weer activiteiten voor alle doelgroepen. En meer informatie ook met betrekking tot het aanmelden kunt u vinden op de zondagsbrief. De fysieke collecte in deze dienst is deels bestemd voor de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. De EH biedt naast een tussenjaar diverse studies en cursussen aan, waarbij geloofstoerusting vanuit Bijbelse grondslag de basis vormt. De EH krijgt geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. Tot zover de mededelingen. We gaan nu samen zingen op Psalm 95, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij verder gaan zingen in Psalm 95.
Wij mochten elkaar al opwekken om te komen en de lof op Israëls God aan te heffen. En dat doen we ook met de versen 2 en 4 van deze psalm. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden, ook boven alle afgoden in de wereld, kan schenken. Psalm 95, vers 2 en 4. Dat heilrijke en troostrijke woord van God komt nu al naar ons toe in zijn wet die hij gegeven heeft. En verhard u dan niet, maar laat u daardoor leiden. En we willen antwoorden met Psalm 86, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht, zonder dat je de
betekenis daarvan beseft, u zult die naam niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Wij denken in onze dankzegging aan broeder Arjan Eijsma van de Krouwelaan 3. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Waarschijnlijk moet er op een later tijdstip wel opnieuw een longoperatie plaatsvinden. Maar op dit moment kijken de artsen het nog aan. En we hopen uiteraard dat wellicht de uitkomst ook zo zal zijn dat die operatie niet nodig zal blijken. We willen ook in onze dankzegging denken aan zuster Van de Heuvel van Lavieren van de Rozenstraat 2. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis nadat ze deze week geopereerd is aan haar middenrif. Wij denken in onze dankzegging aan het echtpaar, dominee en mevrouw Van Beek van de Fluvia 2. Zij gedenken vandaag op deze zondag 18 augustus 60 jaar getrouwd te zijn. En wij willen onze dankzegging ook danken dat onze broeder Diepeveen van de Spoorlaan 11 in de afgelopen week een operatie aan zijn dikke darm heeft ondergaan omdat er eerder kanker was gevonden. De operatie is goed verlopen en hij mocht gisteren ook alweer huiswaarts keren. Laten wij samen bidden en danken. Heren, we
mogen vanmorgen weer hier als gemeente bijeen zijn. En we hebben elkaar opgewekt. Kom, laten we samen de God van Israël lof zingen en lof prijzen, want u bent een groot koning. Hoog verheven boven alle afgoden die er in deze wereld zijn. Alles waar mensen achterna jagen, wat ze vereren. Ja, Heer, u bent ook de God van de bergen, van de natuur. En we danken u dat op deze zondag hier in uw huis mogen samenkomen als gemeente. Dat we dat ook thuis kunnen doen op afstand. We danken u voor de middelen die er zijn, dat wanneer we niet naar de kerk kunnen komen, we toch betrokken zijn bij de eredienst van onze eigen gemeente. En Heer, wij willen u bidden om een gezegende dienst met elkaar. Wilt u met woord en geest tot ons spreken? Open ons hart om wat u zegt te ontvangen, om dat werkelijk te ontvangen, Heere. Wilt u door weerstand heen breken die er aan onze kant is? Wanneer we niet willen luisteren, wanneer we onze eigen denkbeelden hebben, Heere, wordt u ons te sterk. Sterker dan dat wij zijn in ons verzet. En wilt u zo uw woord ook op deze morgen zegenen en zijn loop doen hebben. Heren, dat is niet alleen hier bij ons zo, dat doet u op vele andere plaatsen ook, in binnen- en buitenland. Heren, breidt uw koninkrijk uit. Zegent u allen die door u geroepen worden om uw evangelie te verkondigen en ook verder te brengen. Heren, laat het zo mogen zijn dat uw naam de eer ontvangt en dat het over het rond van deze aarde verder gaat op deze dag. Van tijdzone naar tijdzone. Heren, dat zo uw naam geprezen wordt. Hoge, heilige God, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons ook zo nabij gekomen is. Heren, doe ons zien op Hem. En dat we verwonderd mogen zijn om zoveel liefde en genade die u, Heer Jezus Christus, aan ons hebt getoond. Toen u stierf aan het kruis. Toen u opstond uit de dood. Heren, laat dat licht vanmorgen hier op de kandelaar mogen branden. Dat heerlijke licht van uw evangelie. En geef dat wij dat ook mogen meenemen, dat het ons verlicht en dat het ons verwarmt. Heren, wij willen ook elkaar aan u opdragen. U kent de zorgen en de nood en het verdriet dat er in de gemeente is. Wij willen u danken, Heren, dat onze broeder Arjan Eijsma mocht thuiskomen uit het ziekenhuis na een lange periode van zorg. Van hoe moet het verder, hoe zal het verder gaan? Heren, u geeft dit, dat hij naar huis mag terugkeren, dat hij zich ook goed voelt. Heren, wij willen u bidden, wilt u geven dat zijn lichaam zich mag herstellen? Wilt u genezing geven, zoals u dat kunt, Heer? Daarbij vertrouwen we op u. En wanneer voor die genezing wellicht ook nog een operatie nodig is, Heer, wilt u dan ook meegaan, rust geven en zegent u de artsen die die operatie dan ook moeten uitvoeren. Wees u zo met hem en ook met heel zijn gezin in deze onrustige tijd voor hen. Heren, we willen u danken dat onze zuster van de Heuvel terugkeerde uit het ziekenhuis. Een operatie die noodzakelijk was, die kon nu plaatsvinden en die heeft ze ondergaan en alles is goed verlopen. Heren, wilt u haar verder herstel geven? Weer nieuwe kracht?
En wilt u haar zo zegenen, Heer, samen ook met haar man en alle die haar lief zijn. Heren, wij danken u dat dominee en mevrouw Van Beek mogen gedenken vandaag dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Heren, wat een lange tijd heeft u hen aan elkaar gegeven. Wat is er veel om op terug te zien. Jaren waarin er zorgen waren, moeite waren, maar ook jaren waarin er zoveel zegen werd ontvangen, in en door u. Heren, wij willen u danken daarvoor, samen met hen. Wij danken u ook voor de dienst waarin ze samen hebben mogen staan, ook in de dienst in uw koninkrijk, ook in onze gemeente. En heren, wilt u hen nu in de avond van het leven gedenken? Wilt u hen ondersteunen, heren, ook in de zwakheid en de kwetsbaarheid die ze beiden ervaren? Weest u hun tot een hulp en wilt u ook hun toekomst zijn, Heere Jezus? Dat wij mogen zien op u, u die alles eenmaal volmaakt. Heren, we willen u bidden voor onze broeder Diepeveen. We danken u dat hij alweer zo spoedig huiswaarts kon keren nadat hij deze week toch een ingrijpende operatie moest ondergaan. U was erbij, Heere God, en er is reden tot dankbaarheid. Wilt u hem in alles nabij zijn? Geef dat hij zich gedragen mag weten. En wilt u hem verder herstel geven, Heere? En wanneer er ook nog later onderzoeken zullen volgen, geef dat de uitkomsten daarvan ons mogen verblijden. Wij bidden u, Heere, voor anderen die te maken hebben met ziekte. Als we psychisch belast zijn. Wanneer we worstelen met wat we in het verleden hebben meegemaakt. Als we in rouw gedompeld zijn. Als het verdriet zo rauw kan zijn. En ook steeds weer opnieuw naar boven kan komen. Voor hem, voor haar die niet meer hier bij ons is. Heren, dan bidden wij u. Wilt u troosten en wilt u een God van nabij zijn? Wilt u dagelijks met ons wandelen, Heren, en geef dat wij ook wandelen met u? Ja, dat zult u toch doen. U bent immers de God van het verbond. U bent trouw. U blijft trouw. U zult er zijn. Heren, wij bidden u of u deze dienst wil zegenen tot uw eer. Geef allen die een taak hebben wat nodig is. Geef ons concentratie en rust om naar wat u zegt te kunnen luisteren. Zegent u ook uw dienaar, Heren, als die uw woord weer hier mag brengen. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hoe is het nou geweest in de afgelopen weken? Is er bij jullie thuis een keer ruzie geweest in de vakantie? Tussen jou en je broertje of je zusje? Dat kan maar zo, hè? In de vakantie dan ben je veel bij elkaar, want je hoeft niet naar school. En dan kan het zomaar gebeuren dat er een keer ruzie ontstaat. Jij bent met je Lego aan het spelen en je kleine broertje komt en die gaat zich er steeds mee bemoeien. En je wordt het op een gegeven moment zo zat dat je hem een duw geeft en hij valt en gaat huilen. En je wordt boos en er is ruzie. Of je had ruzie met je zus. Ze was voortdurend jou aan het irriteren. En ze wilde niet meehelpen toen jij een klusje moest doen. Je had het gevraagd. Zullen we het even samen doen? Nee hoor, geen zin. Toen moest je het alleen doen. En je bent boos. En er komt ruzie. Ruzie, dat is natuurlijk niet fijn. Dat wil je eigenlijk niet. Maar het is er soms toch.
Hoe los je zoiets nou op? Nou ja, hoe gaat dat op school, hè? Als je op schoolplein een ruzie gekomen is, dan haalt de pleinwacht de ruzie en de partijen uit elkaar. Komen jullie eens even mee? Kom eens even hier en dan moet je vertellen wat er gebeurd is en hoe het gekomen is. Ja, maar hij, ja, maar zij. Ja, en dan ga je erover praten. Dat ga je dan doen, hè? Het uitpraten, toch? En misschien dat je dan nog wel een beetje een vervelend gevoel eraan overhoudt, maar dan maak je er toch geen ruzie meer over. Als er ruzie is, dan moet je met elkaar gaan praten. Als je het ergens niet met elkaar over eens bent, moet dat ook. En dan natuurlijk het liefst voordat er nare dingen gebeuren en lelijke dingen gezegd worden. Nou, jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel lezen dat in de kerk ook voor kan komen. Dat er ruzie is. Dat mensen het niet meer met elkaar eens zijn. En wat moet je dan gaan doen? Nou, de Bijbel die geeft ons daar een heel mooi voorbeeld van. Dan moet je met elkaar gaan praten, tuurlijk. In de gemeente, in Handelingen, is ook ruzie ontstaan. En het gaat over iets heel belangrijks. Over hoe je zalig wordt, hoe de Heer Jezus ons redt. En hoe wordt het opgelost? Nou, ze gaan met elkaar praten en ook, ze gaan ook nog iets anders doen. Ze gaan ook in de Bijbel lezen. Wat staat daar nou eigenlijk in? Die is belangrijk. Wat heeft de Heere God gezegd? En aan het einde is de ruzie opgelost. En niet maar een beetje. Nee, het is helemaal weg. Wat is dat fijn, hè? Als na een ruzie het weer goed is. Echt goed. Nou, daarover gaan we lezen. Gemeente Handelingen 15, vers 1 tot en met 34 is de schriftlezing. En wij zingen daarna uit Psalm 87... de versen 1, 2, 3 en 5. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Barnabas en Paulus en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. En nadat ze dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden ze door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen, en ze bezorgden al de broeders grote blijdschap. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, werden ze ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen, en ze deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden. En die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg. En ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus: mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen, en ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken,
En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onderhouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Dat is van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. Toen dachten de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië, Judas, ook Barnabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: de apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Daarom heeft het ons, nadat we het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. En toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden ze zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En nadat ze daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed daar te blijven. Tot zover.
Als antwoord op de preek zingen wij Psalm 33, vers 2 en 11. Moeten we luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen. En ik lees nog met u vers 28 en 29, dat laatste stukje uit die brief die de broeders die vanuit Jeruzalem naar Antiochië teruggaan, meekrijgen. En daar staat het besluit, daar wordt het besluit in meegedeeld, zou je kunnen zeggen. Vers 28 en 29, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. U verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Het thema voor de preek is synodezaken. We letten op het vraagstuk, op de bespreking en op het besluit. Synodezaken. Het vraagstuk, de bespreking en het besluit. Ja, gemeente, soms zijn er van die vergaderingen die er echt toe doen. Dat kun je op je werk meemaken als er al wekenlang door de gangen rondzinkt dat er een grote reorganisatie op til is. En dan wordt er een vergadering uitgeschreven waarbij dat zal worden toegelicht. Dat verwacht je althans. Nou, je denkt er natuurlijk geen moment over na of je daar wel bij zult zijn. Natuurlijk ben je daarbij. Daar moet je zijn. Of die bijeenkomst op school, binnenkort misschien wel. Waar je wordt geïnformeerd over je examen. Waar er informatie zal zijn. Hoe dat allemaal precies in zijn gang zal gaan. Nou, daar moet je bij zijn natuurlijk. Daar gaat het erom. Dat is belangrijk. Maar het is soms, kun je van vergaderingen en bijeenkomsten het gevoel hebben van, nou ja, goed, je kunt daar naartoe, het heeft zeker wel nut, maar misschien niet zo heel erg, toch ook. Maar er zijn ook momenten dat dat anders is. U heeft dat misschien ook wel gehad met het afgelopen convent dat hier in deze kerk heeft plaatsgevonden, een paar maanden geleden. Of ook met de synode die nu in onze kerken is geopend. Ja, het gaat toch wel ergens over dit keer, hè? Misschien dat u in voorgaande synodes dat die een beetje ongemerkt aan u voorbij zijn gegaan. Ja, het zal allemaal wel wat ze daar besluiten. Maar nu is het anders. Nu onze kerken verdeeld zijn over heel wezenlijke zaken ten diepste. Hoe zijn we samen kerk? Hoe lezen we de Bijbel? En velen voelen aan, het spant erom. Wat gaat de synode besluiten? Zal het lukken om leiding te geven? Nou, in Handelingen 15 zijn we te gast op een vergadering waar zo'nzelfde soort spanning hangt. In een zaal ergens in Jeruzalem zijn de apostelen en de oudsten, de ouderlingen van de gemeente bijeen. En op tafel ligt een bijzonder lastig vraagstuk. Niet maar theoretisch van aard. Nee, het is opgekomen uit de praktijk. Je zou kunnen zeggen, uit de praktijk van het werk van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem is de Heilige Geest uitgestort. En vanaf dat moment is het evangelie zich gaan uitbreiden. Judea, Samaria, ja tot aan de einden der aarde. Het blijft maar niet binnen de landsgrenzen van Israël en binnen de volksgrenzen van Israël. Nee, het gaat ook naar buiten. Naar de heidenen, de niet-joden. En als je ziet hoe dat gegaan is, gemeente, dan zou je zeggen, dat is toch prachtig. Zoveel reden tot dankbaarheid. Want velen van die heidenen die in de afgodendienst leven, die met de Griekse filosofen leven, die komen tot geloof. Ze laten al die overtuigingen, laten ze los. En ze bekeren zich tot de God van Israël, tot de Messias van Israël, de Heer Jezus. En in hoofdstuk 15 zijn Paulus en Barnabas net teruggekeerd van hun eerste zendingsreis. Daarover leest u in hoofdstuk 13 en 14.
En als je kijkt, gemeente, overal waar ze komen, dan gebeurt er wat. Ja, soms ook hele scherpe tegenstand. Ze worden een keer bijna gestenigd in Iconium. Maar hun prediking draagt ook vrucht. Er worden discipelen gemaakt. Volgelingen van de Heer Jezus. Die hun leven, en hun leven neemt een andere koers. En als Paulus later terugkomt op die plaatsen, dan blijken ze er nog steeds te zijn. Hij ging daar weer weg, maar de geest bleef achter. Die ging door. Heidenen werden geroepen uit het duister tot het licht. Zij die er geen notie van hadden, van de God van Israël. Ze komen tot geloof. En zo breekt met grote kracht in die eerste tijd het evangelie door in de heidenwereld. Maar je kunt erop wachten, dan laten ook de machten van de duisternis zich gelden. Dat doen ze openlijk, van buitenaf. Dan worden de apostelen bijna gestenigd. Maar dat doet hij ook van binnenuit. Voor het oog niet zichtbaar onderuit. Er komt oneenigheid in de gemeente van het eerste uur. En het is niet zomaar een klein meningsverschilletje. Nee, het gaat er heftig aan toe. We lezen over een niet geringe tegenstand en over woordenstrijd. Nou, u kunt u er wel wat bij voorstellen, denk ik. Het gaat van wij tegen zij. Een gemeente waar dat ontstaat, waar er een wij en een zij komt, daar heeft de duivel zijn kier gevonden. Om de koevoet van liefdeloosheid, van verbittering en ongenoegen ertussen te zetten. Zodat die kier een scheur wordt. En die scheur een gat, een leegte. En het werk van God teniet gedaan wordt. Waar gaat het om? Nou, het gaat over iets belangrijks. Er zijn namelijk in de christengemeente van Antiochië Joodse christenen gekomen. Voorheen waren ze farizeeërs, maar ze zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar die zeggen nu, jullie zijn nou tot geloof gekomen, heidenen, maar nou moet je je wel laten besnijden. Alleen op die manier word je onderdeel van het volk van God. En met die besnijdenis komt dan natuurlijk ook nog iets anders mee, want dat is niet vrijblijvend als je besneden bent. Dan word je ook geroepen om de hele wet van Mozes te onderhouden. En gemeente, daarmee gaat het om de vraag, hoe word je nou zalig? Leest u maar in vers 1. Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Hoe wordt een zondaar behouden? Wat is nou het heil dat de Bijbel verkondigt? Als je ontdekt dat je behoud nodig hebt, zoals die heidenen dat gingen ontdekken. We leven met de afgoden, maar het zijn eigenlijk niksen. Wat wordt er dan van je gevraagd? Hoe moet het dan? Hoe gaat het dan? En misschien dat jij vanmorgen die vraag nog wel anders stelt. Als je nog zoekend bent bijvoorbeeld, als je het allemaal nog niet zo zeker weet, dan kun je afvragen, wat betekent het nou eigenlijk om te geloven? Wat betekent het om jezelf christen te noemen? En niet alleen bij naam, maar dat dan ook echt te zijn. Maar u merkt wel, daarmee zit je eigenlijk meteen bij de kern van alles. De kern van het werk van de Heilige Geest ook. Het gaat eigenlijk over iets wat je het overkoepelende thema van het hele boek Handelingen kunt noemen. Het is het werk van de Heilige Geest om te redden, om te behouden, om zalig te maken. Door zijn innerlijke en zijn uiterlijke werk. Net zoals de duivel, die ook een geest is, een geest uit de afgrond is, de Heilige Geest, de geest van God,
En die werkt ook innerlijk en uiterlijk. Uiterlijk in dat hij gelovigen samenbrengt en dat hij zendelingen op pad stuurt en dat hij zijn woord geeft. Gesproken, later ook geschreven. En ook innerlijk, van binnen. De Heilige Geest werkt in je hart. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij stort de liefde van de Heer Jezus in je hart uit. Hij leert je wat genade is. Weet je, dat is wat op het spel staat hier. Hoe word je zalig? Van dood levend? Dat zijn kernvragen. En dat is ook de reden dat de apostelen en de ouderlingen bijeenkomen in Jeruzalem. En ze hebben dat in Antiochië ook beseft. Dit moeten wij niet zomaar zelf een beetje afdoen. Hier hebben we anderen bij nodig. Staat in vers 6, ze komen bijeen daar in Jeruzalem, in de moederkerk, om deze zaak te bezien. Dat betekent daar zoiets als, ze gaan het van alle kanten bekijken. Dit verdient goede aandacht. Dit moeten we onderzoeken. Ze laten het dus niet zomaar gaan. Ze zeggen niet van, nou ja, dat moet je in de vrijheid van een ieder overlaten. De een ziet het zo, de ander zus. Nee, gemeente, als het hierover gaat, is het van groot belang. Voor zowel de eenheid als ook voor de waarheid en de zuiverheid. Dit moet besproken worden. En daarom komt er een meerdere vergadering in Jeruzalem. Zo noem je dat, hè? Een synode of een klassis. Dat is een meerdere vergadering, niet een hogere, maar een meerdere. Omdat er meer kennis, meer broeders uit de kerken bijeen zijn gebracht voor een bredere, een diepere blik om de zaak te bezien. Zo zou het later nog veel vaker gaan in de kerkgeschiedenis. Soms kom je mensen tegen die zeggen, wat moet je met al die vergaderingen? Kun je je tijd niet beter besteden? Aan bezoekwerk in de gemeente of aan diaconale handreiking? Het zijn vaak niet de vergadertijgers die dat zeggen. En gemeente, nou is het vast wel zo hoor, dat wij soms te veel, te lang vergaderen. Kan maar zo. Maar Handelingen 15 leert ons ook dat kerkelijk vergaderen van het grootste belang is. Dat een synode dat is. Wanneer het gaat over wezenlijke zaken die raken aan de inhoud, de kern van ons geloven en belijden. Als het heil van mensen op het spel staat, dan komt het erop aan. Dan kun je niet zeggen van, laat maar. Nee, dan reikt Handelingen 15 ons aan wat er moet gebeuren. Dan moet er een meerdere vergadering komen, dan moet je in gesprek. En dan moet er vervolgens ook leiding gegeven worden. Dan moet je onder leiding van de Heilige Geest van God je stellen. En onder het gezag van zijn woord. Want dan kom ik bij het tweede, de bespreking. We lezen dat het de apostelen en de oudsten zijn die bij elkaar komen. Zijn er ook gemeenteleden bij geweest? Dat kan, weten we niet. Maar kennelijk ligt de nadruk op die twee. Lucas die schrijft dat vast niet per ongeluk zomaar, op die manier. Waar je in vers 4 nog leest over de gemeente die Barnabas en Paulus, die vanuit Antiochië komen, hartelijk ontvangen. Daar gaat het in vers 6, als het beraad begint, alleen nog maar over de apostelen en de ouderlingen. Dat zijn dus mannen die zijn geroepen en aangesteld om leiding te geven. Mannen met geestelijke bekwaamheid, vol van geloof en van de Heilige Geest. Dat kun je aan hen merken, dat weet je van hen. Begiftigd met kennis en kunde. Zij komen bij elkaar. Waarom geen anderen? Zijn die apostelen en ouderlingen dan misschien meer dan anderen of zo? Waarom niet gewoon ook anderen uit de gemeente? Iemand die zijn of haar mening heel duidelijk kan formuleren.
Ik stel die vragen vanmorgen, omdat je dat vandaag ook wel eens hoort. Zo'n synode, daar zit zo'n stel mannen, en die gaan ons als gemeente, of misschien zelfs mij als gemeentelid vertellen wat nou wel en niet zou moeten. Wie geeft hen dat recht? Maar gemeente, als je het leest hoe het hier gaat in Handelingen 15, dan is er geen wantrouwen. Er is vertrouwen. Dan wordt er gekeken en geluisterd naar die apostelen. Er is eerst woordenstrijd, maar dan nemen zij het woord. En er wordt geluisterd. En dat heeft er niks mee te maken met dat zij meer zijn dan anderen of zo. Nee, het heeft te maken met dat God deze mannen gebruikt, heeft en nog gebruikt en opnieuw gebruikt. En dat ze die plek van God zelf hebben ontvangen. De Heer Jezus heeft de apostelen geroepen toen ze nog discipelen waren. En de oudsten van de gemeenten, die zijn weer door de apostelen aangesteld en door de gemeente ook als zodanig erkend. Zo wordt er leiding gegeven. En dan nemen drie apostelen het woord. Allereerst Paulus, samen met Barnabas. Ze hebben al voorafgaande aan de vergadering verteld over alles wat God door hen gedaan heeft. Wat er allemaal gebeurd is tijdens hun zendingsreis, hoe hun prediking vrucht heeft gedragen. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze vol enthousiasme voorbeelden hebben genoemd. Ja, toen waren we in Lystra en toen was daar die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En die ging luisteren en we zagen het gebeuren. Maar zo praten ze, zo getuigen ze van Gods werk, het werk van de geest. Maar dat is niet het enige wat aan de orde komt. De ervaring, die is niet doorslaggevend. Zouden wij daar vandaag misschien gevoelig voor kunnen zijn? Als de ervaring maar goed is, dan is het ook goed. Dan hoef je er verder niet over na te denken. Dat leeft vandaag nogal. Die verhalen van Paulus en Barnabas, het enthousiasme waarmee ze vertellen, het bijzondere dat heidenen hun heidendom eraan geven en zich keren tot Israëls God en tot Messias Jezus, dat is toch overtuigend genoeg? Als er zoveel zegen is. Ja, dat telt zeker. Moet ook bij ons tellen. Als zendingswerk, evangelisatiewerk gezegend wordt, kerkenwerk gezegend wordt. Maar daar zullen we er dankbaar voor zijn. Daar mag je ook enthousiast van worden. Maar gemeente, er wordt hier vervolgens niet gezegd, nou ja, als het werkt, dan is het goed. Nee, de ervaringen van Paulus en Barnabas, die moeten getoetst worden. En dan neemt Petrus het woord. En hij valt Paulus en Barnabas bij. Maar hij verdiept ook hun ervaring. Petrus zegt, inderdaad, waar Paulus en Barnabas over vertellen, dat is God aan het werk. Hij heeft er zelf ook ervaring mee. Met het huisgezin van de heiden Cornelius, Handelingen 10. Petrus heeft toen dat wonderlijke visioen gezien. Van dat laken met reine en onreine dieren. En God maakte hem duidelijk, wat vroeger voor jou onrein was, Petrus, dat hoort er nu bij. Want het is het geloof dat reinigt. Niet wat je wel en niet eet, wat de mond ingaat. Meester, God haalt het onderscheid tussen Jood en Heiden weg. En dat is wat Petrus naar voren brengt. Want ze hebben beiden de Heilige Geest ontvangen, zegt Petrus. Zij net zoals wij. God is aan het werk. En hij werkt onder Joden en onder Heidenen op dezelfde manier. Is u dat bijzondere zinnetje opgevallen, vers 11? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.
Let u het erop, Petrus heeft het hier tegen zijn Joodse medebroeders. Je zou verwachten dat hij zou zeggen, wij geloven dat zij, de heidenen, op dezelfde manier zalig worden als wij, de Joden, Christen-Joden. Maar hij draait het net om. Wij geloven dat wij, Israël, Messias belijdende Joden, dat wij net als zij zalig zullen worden. Net als de heidenen. Als het dus al een vraag is, of die heidenen wel zalig kunnen worden, dan zegt Petrus, ze zijn het al. Ze zijn het al. Want het is het geloof dat hen reinigt. Met als het over dat zalig worden gaat, zegt Petrus, is er al eenheid. Want er is maar één manier waarop je behouden wordt. En dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Niet door besneden te worden, niet door wetten van Mozes te onderhouden. Dat telt daar allemaal niet voor mee. Wij Joden worden op dezelfde manier zalig als zij. Niet zij hebben wat anders te doen of wat meer te doen. Wij hebben anders te denken dan we altijd deden. Wij dachten dat je door de wet zalig zou worden. Maar zo is het niet. Wij kunnen nog wat van hen leren. Namelijk dat je het evangelie hoort. Dat de naam van Christus je verkondigd wordt. En dat je dan tot geloof komt en je bekeert met blijdschap. Dat de naam van de Heer Jezus Christus die ene naam is, die onder de hemel gegeven is, waardoor we behouden moeten worden. Zo had Petrus het al gezegd voor de Joodse raad in Handelingen 4. En eigenlijk herhaalt hij het hier. Uit genade word je zalig, om niet. En genade, gemeente, dat is dat Hij, de Heer Jezus, tegen je zegt, ik vergeef het je. Alles. Genade, dat is dat Hij zegt, ik spreek je vrij van het oordeel van God. Dat oordeel dat ons met alle recht veroordeelt. Des dood schuldig. Maar nou zegt hij, ik spreek je vrij. Want ik heb jouw straf gedragen. Je zult niet sterven, maar leven. En ik geef het je zomaar. Gratis om niet. Daar kan niks tegenover staan. En gemeente, als dat genade is, dan is geloof dat je alleen maar met lege handen komt. En vraagt Heer Jezus, wilt u me dat geven? Kijk gemeente, wij denken vaak dat er toch wel wat meer nodig is. Wij maken er vaak een geloof met extra's van. Genade met extra's. Als je in de showroom een nieuwe auto koopt en gaat bestellen, dan kun je er allerlei extra's bij bestellen, opties. Speciale koplampen voor, spoiler achterop, bijzondere kleur lak. Uiteraard komen al die dingen met een prijs. Dat is niet goedkoop, het zijn de extra's. Maar dan ziet het er wel wat mooier uit. Dan is het wat gestroomlijnder en een echte autoliefhebber die weet, die extra's die vallen nou juist het meest in het oog. Die trekken de aandacht. Is dat bij ons niet precies zo? Wij zeggen dat het om de genade van de Heer Jezus gaat. Dat dat het enige is. Ondertussen. Weten we kunnen anderen en ook onszelf wel beoordelen op die extra's. Ziet het er allemaal een beetje goed uit? En dan ga je vervolgens ook twijfelen. Als het er niet helemaal goed uitziet.
Word ik dan wel echt zalig? Mijn geloof is niet zo sterk. Ik heb niet allerlei bijzondere ervaringen. En mijn levenswandel is niet zo heilig. Ik ben maar een heel gewoon iemand. Genade met extra's, hoort u het? Dat er extra's dan bij moeten. Maar gemeente, daar gaat het niet om. Dan doet u wat met het evangelie. Met de kern van het evangelie. Leg dat anderen niet op. Leg dat jezelf niet op. Je wordt alleen behouden door de genade van de Heer Jezus Christus. En die wordt van jezelf door het geloof. Daar hoeft en kan niks bij van onze kant. Alleen maar Christus. Alleen maar zijn volbrachte werk, omdat hij het gedaan heeft en omdat hij alles gedaan heeft. Zijn genade is genoeg. Dominee, is dat niet wat te makkelijk? Kweek je dan niet makkelijke christenen? Gaat dat zomaar? Moet je niet wat meer dit of dat? Nee, hoort u het? Daar gaan we weer. Gemeente, genade is gratis. Die krijg je. Daar mag je zo om vragen. Je mag het horen en lezen in je Bijbel en je erover verwonderen. Dat hij je vrij spreekt, dat hij je leven geeft. Leven dat het houdt tot in de eeuwigheid. En dat hij je in de vrijheid zet. En het enige wat erbij hoort, dat is je hand ophouden. Heer Jezus, wilt u het ook mij geven? En gemeente, op het moment dat je het bidt, heb je het al. Want Christus heeft het al volbracht. Geen genade met extra's. Geen geloof dat iets anders zou zijn dan vertrouwen. Vertrouwen. Dat wil zeggen dat je jezelf eraan geeft. Dat je niet meer op jezelf, op je eigen benen blijft staan. Dat je zegt, ja, ik vertrouw op de Heer Jezus. Ik werp me op zijn belofte. Geloof is dan net als een kale auto. Een kale auto is heel functioneel, kun je van A naar B rijden. Zonder extra's. Maar het valt niet zo op. Niet bijzonder. Zo is bij geloof eigenlijk ook. Gemeente, geloof is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. In die zin van dat het van alles zou inhouden. Dat we er heel wat mee zijn als we het echt op die manier hebben. Nee, gemeente, geloof is niks bijzonders. Het zijn maar lege handen. Het is alleen maar de Heer Jezus hebben. En maar heel eenvoudig zeggen, ik vertrouw op hem. Ik volg hem. Met vallen en dan weer opstaan. Maar in een eenvoudig en kinderlijk vertrouwen verwacht ik het van hem. Voor vandaag en morgen en voor mijn eeuwige toekomst. Vertrouwen op God als je Vader, Jezus als je Verlosser en de Geest als je Vernieuwer. En dan kom ik tenslotte bij het derde, het besluit. Want dan is de laatste en derde die spreekt Jacobus. Weet je, dat is de broer van Jezus, deze Jacobus. Die is met Jezus opgegroeid. En hij genoot een bijzonder aanzien in die eerste christengemeente in Jeruzalem. Er werd van hem beweerd dat hij knieën had die leken op die van een kameel. Als u wel eens een kameel hebt gezien, dan heeft een kameel hele leerachtige knieën. Want daar ligt hij vaak op. Nou, van Jacobus werd dat ook beweerd. Jacobus was namelijk een man van gebed. Die steeds weer te vinden was op zijn knieën. Zo werd hij ook steeds weer gevonden in de tempel, het tempelcomplex. Biddend. Deze Jacobus neemt als laatste het woord. En gemeente, hij is iemand geweest, dat moet wel, die heel goed aanvoelt.
hoe het ook bij die Joodse christenen ligt. Want hij is er zelf ook een. Volgeling van Jezus, die hij kent als zijn broer, maar die hij veel meer is gaan leren kennen als de Zoon van God. En hij staat in contact met die Joden voor wie die wet zo belangrijk en zo heilig en zo goed is. En gemeente, hoe doe je het dan goed, hè? Dit vraagstuk lijkt toch alleen maar verliezers op te kunnen leveren. Zwart-wit lijkt het te zijn. De uitkomst kan toch alleen maar zijn. Of de heidenen moeten zich wel besnijden, of niet. En er is altijd één partij teleurgesteld. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan maar niet anders. Je kunt er niet iedereen naar de zin maken. Maar gemeente, dan is er geen eenheid. Je kunt ook zeggen, we laten het verder maar liggen. We komen er niet uit. Dat kan ook niet. Anders is er ook geen eenheid. Er moet leiding gegeven worden. Wat doet Jacobus? Met Jacobus gaat eerst terug naar de Bijbel. Gods eigen woord. Het geschreven woord. Daar moeten we telkens weer naar terug. Het woord dat zo aan ons geschreven is en overgeleverd. Als we daarvan gaan loszingen, dan komen we in mistige toestanden terecht. Dan gaan we zo varen op eigen kompas, dan kun je zomaar de leiding door de geest gaan verwarren met je eigen geest, die de leiding neemt. Jacobus gaat terug naar Gods woord dat zwart op wit staat en hij haalt de profetie van Amos aan. Het was God altijd al te doen om het heil van de volken, zeggen die verzen. En Jacobus zegt, dat gebeurt nu. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En daarom, zegt Jacobus, moeten we de heidenen die tot geloof zijn gekomen niet belasten met de besnijdenis en het houden van de wet. Want het is genade alleen. En het is Gods werk. Maar, zegt hij er dan achteraan, laten de heidenen zich wel onthouden van alles wat met de afgoden te maken heeft. Dat wil zeggen van ontucht, zoals het in de heidense tempels plaatsvond, van het verstikte en van bloed. Dat wil zeggen van vlees waar het bloed van het dier nog in zit. Of dat je het bloed van zo'n heidens offerdier, dat gebeurde in de offerdienst in het oude Griekenland en in het Romeinse Rijk, dat je dat bloed zou gaan drinken. Om daarmee een soort God te eren. Dat wordt de heidenchristenen opgelegd. Ze moeten dus in de praktijk van hun leven laten zien dat ze niks meer te maken hebben met de heidense afgoden. En dat ze dus echt van Christus zijn. Dus geen zondag- en maandaggeloof. Van op zondag keurig netjes, op maandag en door de week is er niks aan me te merken. Geen dubbele moraal. Een verschil tussen wat je leert en zegt en wat je doet, je leven. Maar oprechtheid. In alles. Meneer, waarom moet dit die heidenchristenen nou wel gezegd worden? U voelt wel aan, daar zit iets van een compromis in. Het ligt allemaal gevoelig bij die Joodse christenen. Ze zijn opgevoed met voedselwetten. En de besnijdenis en de wet van Mozes heeft hen altijd anders gemaakt dan de andere volkeren in de wereld. Zij waren het volk van God, Israël. Is het nou allemaal opeens verdwenen? Nee, zegt Jacobus, niet zomaar. De heidenen moeten duidelijk laten zien dat ze van Christus zijn. Het geloof en de navolging van de Heer Jezus, dat kost hen ook wat. En niet weinig ook. Hun hele leven gaat overhoop. Ze moeten hun heidense gewoonten afzweren. Maar dat mag een Jood en een heiden dan vervolgens één maken in Christus. Dat je dan samenleeft van de genade van hem alleen. Weet je, de kerk van de Heer Jezus op deze aarde kan nooit hetzelfde zijn als de haar omringende wereld.
Ze is geheiligd, apart genomen. De genade van de Heer Jezus heeft haar gekocht uit de macht van de duisternis. En dat maakt verschil. Dan is het woord van God gezaghebbend en dan zoeken we de weg achter hem aan, luisterend naar zijn stem. En gemeente, dan kun je vervolgens zeggen, als het dan zo gaat, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om het zo te besluiten. Jacobus' raad wordt overgenomen. Het geeft eenheid. Realiseert u zich wel, hè? Er zijn heel wat mensen daar die iets hebben moeten opgeven. En dan geeft het eenheid. En er zit geestelijke wijsheid in. In bijbelse oprechtheid. Een geest van willen leven naar het evangelie. En Jood en Heiden hebben naar elkaar toe verantwoordelijkheid. Zo wordt hier ook duidelijk. Ze moeten allebei zichzelf verloochenen om bij de genade alleen uit te komen. Maar gemeente, als dat gebeurt, dan kun je ook zeggen, het heeft ons goed gedacht, maar dat is niet het enige. Naar onze overtuiging is dit de weg van de Heilige Geest. En dan lees je niet van heidenchristenen die hebben gezegd, nou, je kunt toch gewoon dat offervlees op de markt kopen? Er is toch niks mis mee? We geloven niet meer in die afgoden. En je leest ook niet van Joodse christenen die alsnog hebben gezegd, ja, maar ik denk toch dat je nog eens goed die wet van Mozes moet gaan lezen. Nee. Wat besloten is, wordt aanvaard. Als vredebrengend, met blijdschap, als de weg van de geest. Zou het in onze kerken ook zo nog kunnen gaan? Dat we aan het eind van een synodebespreking of een kerkenraadsvergadering zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. En dat je dat dan ontvangt als je dat hoort, als zo'n besluitje wordt meegedeeld. En dat je dan zegt, oké, dan moet het zo zijn. Dan gaan we zo verder. Met elkaar. En het mag je wat kosten. Gemeente, laten we erom bidden. Want dan zijn we kerk van de genade. Dan zijn we kerk van Christus. Dan heeft genade het eerste en het laatste woord. Dan vinden we elkaar daar. Laat ons dan alom zijn lof ontvouwen, want in hem, in de Heere Jezus Christus, verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op die ene naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Amen.
Laten we danken en bidden. Heer, we willen u daarom bidden om de leiding van uw Heilige Geest, zoals we dat hebben gemerkt, Heer, in Handelingen 15, maar ook in de hoofdstukken daarvoor, hoe u, Heilige Geest, mensen uit het duister tot het licht bracht en nog steeds brengt, ook vandaag. En Heer, ze leren wat genade is, dat ze dat nodig hebben, dat ze dat bij u, Heer Jezus, mogen vinden, dat u dat geeft om niet. En dat die genade ook genadig maakt. Heer, wij bidden u ook om die leiding van de Geest, zoals we dat lazen toen er oneenigheid was. In de gemeente van het eerste uur. Heer, wij danken u dat er toen door uw Geest gesproken is. Door de apostelen en de oudsten die samengekomen waren. En dat het evangelie van uw naam werd beveiligd tegen de aanvallen van de duivel, dat het om meer zou gaan dan alleen maar om dat evangelie, om dat woord van u, waar we alles van mogen verwachten. Heer, u reikt het ons aan. En we mogen er naar leven, persoonlijk en kerkelijk. Geef, Heer, dat we dat zullen doen, in trouw aan u. En Heer, wij bidden u of u dan synode alle wijsheid wil geven in de diepe vragen die op tafel liggen, die niet zomaar er zijn. Heer, wilt u geven dat mag ontstaan, ook als we dat zelf misschien nauwelijks nog kunnen voorstellen. Maar dat mag ontstaan wat toen ontstond. Eenheid in u. En de bereidheid, Heren, om elkaar werkelijk te zoeken en te vinden. Ook als het ons wat kost. Heren, wij bidden u of u daarin uw zegen wil geven, ook aan ons als, ook aan de kerkenraad van onze gemeente. En aan ons als gemeente op allerlei momenten waarop we vergaderen, misschien ook wel ter voorbereiding van het nieuwe kerkelijke seizoen. Heren, wilt u geven dat we elkaar daarin mogen vinden, dat er gezamenlijkheid is. En dat het ons gaat om dat wonder van uw genade. In alles wat we doen, of het nou gaat over het jeugdwerk, het werk met de kinderen van de gemeente, als het gaat over het catechesewerk, als het gaat over het verenigingswerk, ook voor beleidende leden en voor volwassen leden. Heren, maak uw genade groot en geef dat we ons steeds weer opnieuw verwonderen over de grootheid en de goedheid van u. Amazing grace. Heren, gaat u met ons mee als we zo naar huis gaan? Wilt u ons alles geven wat nodig is op deze zondag? Breng ons als gemeente samen weer samen vanmiddag, als opnieuw uw woord verkondigd mag worden. Heren, bereik ons ook dan. Wilt u genadig vergeven wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil? En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 35, daarvan het 13e vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.